Welkom. De komende minuten zal ik u uitleggen hoe u een handelsinformatierapport via DBAI bestelt. Wanneer u een bedrijf of organisatie geselecteerd hebt en de gegevens ervan op het bestelscherm geverifieerd hebt, kan u overgaan tot het bestellen van een handelsinformatierapport. U heeft, afhankelijk van uw informatiebehoefte, de keuze uit drie verschillende rapporttypes. Een uitgebreid rapport, een standaard rapport of een compact rapport. Daarnaast kan u tevens kiezen voor een à la carte rapport. Hierover later meer. De exacte inhoud per rapport kan u raadplegen in de DNB handelsinformatierapportenbrochure. Deze brochure is beschikbaar op onze website of kan u via een mailtje naar uw accountmanager of via onze customer service bekomen. Nadat u een bedrijf opgezocht heeft, zie hiervoor een instructievideo over hoe u een bedrijf opzoekt in DBAI, kan u een rapport bestellen. Wenst u een diepgaand en lange termijn inzicht te bekomen in bijvoorbeeld Telenet, met een zicht op verschillende financiële parameters en trends over de voorbije 5 jaar, dan kies u hiervoor de uitgebreide rapportoptie en drukt u vervolgens op bestellen. Het uitgebreide rapport verschijnt op uw scherm. Wenst u een diepgaand inzicht te bekomen in bijvoorbeeld Belgacom, met een zicht op verschillende financiële parameters en trends over de voorbije 2 à 3 jaar, dan kiest u hiervoor de standaardrapportoptie en drukt u vervolgens op bestellen. Het standaardrapport verschijnt op uw scherm. Wens u een eerste inzicht te bekomen in bijvoorbeeld BASE, kies hiervoor de compact rapportoptie en druk vervolgens op bestellen. Het compact rapport verschijnt op uw scherm. U kan eveneens uw eigen rapport samenstellen aan de hand van een aantal modules. Gaande van de identificatie van een bedrijf tot vergelijkende cijfers en ratio. U wenst bijvoorbeeld enkel meer inzicht te bekomen in de DNB-evaluatie en de bedrijfsleiding van bijvoorbeeld Telenet. Kies hiervoor de à la carte optie. Druk vervolgens op bestellen. En duid in het scherm aan welke delen u in het rapport wil zien verschijnen. Vervolgens drukt u nogmaals op bestellen. Het à la carte rapport, samengesteld volgens uw wensen, verschijnt op het scherm. Samenvattend, u kan 3 verschillende rapporten opvragen. Een uitgebreid rapport voor een uitgebreide informatiebehoefte met zicht op lange termijn trend. Een standaard rapport voor een uitgebreide informatiebehoefte. Een compact rapport voor een eerste inzicht. Daarnaast kan u eveneens een à la carte rapport opvragen om enkel een inzicht te krijgen in een aantal door u gekozen parameters. Zoals reeds vermeld, kan u de exacte inhoud per rapport raadplegen in de DNB handelsinformatierapportenbrochure op onze site. Om af te sluiten nog een tip. Elk type rapport kan bewaard worden in PDF, Excel of HTML formaat. Hiervoor drukt u na het openen van een rapport het juiste icoontje aan. Het rapport kan eveneens in printvriendelijk formaat afgedrukt of ge-e-maild worden. Om uw keuze te maken, dient u eveneens het juiste icoontje aan te klikken. Zo, de voorbije minuten heb ik u uitgelegd hoe u een rapport kan bestellen in DBAI. Mocht u nog vragen hebben, kan u steeds onze customer service raadplegen.